zijn Patrick en Martine. Ze zijn 1 jaar samen. Ze krijgen 5 vragen over hun relatie. Geef ze hetzelfde antwoord. Wat is zijn favoriete eten bij nachtelijk snackbarbezoek? Ik denk broodje kroket. Ja, ik ben op zich wel... toch wel een frikandelletje speciaal of zo. Broodje kroket. Nou, ook lekker. Ja. Als ik zo aan haar vraag wat zij haar eigen slechtste eigenschap vindt, wat gaat ze antwoorden? Ze kan nog wel eens redelijk kort door de bocht en fel zijn. En hoe ga jij daarmee om? Dat ligt aan mijn humeur op dat moment. De ene keer ga ik er fel tegenin en de andere keer denk ik, nou, ik pas eventjes voor deze. En dan laat ik hem gewoon aan me voorbij gaan. Dus. Af en toe wat zwart-wit, weinig nuance, korter de bocht. Hij is ook wel koppig, maar over het algemeen ben ik vrij heel direct en gewoon meteen heel fel. Rood, hè, dus dat is temperamentvol. Wie is zijn celebrity crush? Faya Laurens. Zij je heel stellig? Ja, absoluut. Ik vind hij gewoon prachtig, met een hele mooie vrouw. En zou hij met Faya Laurens als uitzondering een beschuitje mogen eten? Ja, mag. Dat mag? Ja, dat mag. Wie is jouw celebrity crush? Ik weet niet of ik met zoveel mensen beschuitjes mag eten. Faya Laurens. Ja. Heel goed. Op welke leeftijd is zij ontmaagd? Geen idee, dus ik moet gokken. Ik denk 16. Ja. 17. Hoe vaak hebben jullie seks per week, gemiddeld? Laten we 1 keer per week, zeg maar. Gemiddeld dan, hè? In dit soort gevallen merk ik wel dat de man altijd overdrijft. Ja, ik zou bijna 5 gezegd hebben, maar dat is het echt niet. Nee, het zal ergens tussen de 2 en de 3 keer zijn, denk ik. Nee? Echt overdreven. Ja. Weet ik wel wat hij wil, hè? Ja. Wat jij zegt? 1 keer per week? 1 keer per week. Ja, gemiddeld. Ik vind het geen slechte score. Je hebt 40 piek verdiend. Alsjeblieft. Top. Dankjewel. Wat gaan jullie met geld doen? Ik denk vanavond bij Coldplay wat drankjes drinken. Ja. Wat gaan we doen als jullie thuis zijn? De gemiddelde omhoog werken, denk ik, ja. Moeten we er toch eens even over nadenken.